Pagani Zonda F, compleet van blauw carbon. 8 miljoen is dat ding waard. 4 LaFerrari's en die ene in het midden, dat is een Aperta. Goed dat je weer kijkt, Driver's Dream kijkers. En welkom op deze unieke video, want ja, wat we toch nu gaan zien is mega, mega, mega ultra. We zijn op de Amsterdam Motor Show. Of ja, ik weet dat je deze video wat later kijkt, want dit is de opbouwdag. En zaterdag, dan is deze video online, of misschien kijk je wel op zondag. Ja, dan kun je dus nog komen naar de rij hier. Maar laten we even een sneak preview geven van wat hier allemaal staat, want dit is beyond. Zullen we gewoon even beginnen met de Big Five van Ferrari? Op de hoek geef ik u de eerste echte GTO, de 288 GTO. Dit zou je kunnen beschouwen als de allereerste supercar van Ferrari. Ja, mensen zeggen, ja, maar ik zie er gewoon een 308 in. Wacht maar tot je hem hoort. Wacht maar tot je hem hoort. Big Five natuurlijk, grote favoriet. F40, F50 en zo. De LaFerrari, de TDF en helemaal op de hoek iets redelijk unieks. Nou, alles is uniek, maar die had je waarschijnlijk nog niet gezien. Kom mee. Ja, en terwijl we dus even naar de hoek lopen, komen we heel veel oude bekenden tegen, denk ik wel. Want deze kennen we, de LaFerrari en ook de zwarte TDF. Eerdere Driver's Dreams films hebben die gehad. Ja, en dat ga ik waarschijnlijk nog wel een paar keer zeggen deze video. Maar deze hebben we nog niet gehad hier op de hoek. Ferrari Monza SP1. Totaal zijn er van de SP1 en de SP2 500 gebouwd. Maar hoeveel er nou van de 1 zijn gebouwd, dat weet niemand. Maar het zijn er echt weinig. De 1, ja, want je hebt maar één gewoon bestuurder. De enige stoel die je hebt. En dit is gewoon afgedekt. Daar kan dus niemand zitten. En bij de SP2 dan wel. Dus ja, dit is echt als je het gezeur van je vrouw zat bent. En je denkt, ik ga even lekker een stukje rijden. Dan neem je dus gewoon de SP1. Want dan kan er toch niemand naast je zitten. Ja, klassiekers hebben ze ook op de Amsterdam Motor Show. En wat voor een. 250 Lusso in het, ik zou zeggen, Prins Bernhard groen. Hij is in ieder geval groen. Prachtige staat. Ze hebben hier dus klassiekers, youngtimers, supercars, hypercars. Hypercars. Jongens, jullie gaan nog zoveel hypercars zien. Ik heb er net al een paar laten zien. Maar nou, dit is Ferrari. Zullen we gewoon even naar een andere stand gaan? Want anders gaat deze video een uur duren. Er is echt heel veel te zien. Kom maar mee. Oh, maar deze wilde ik nog... We zijn nog niet klaar met Ferrari. Kooijmans heeft deze meegenomen. En dat is best wel een primeur. De 296 GTS, oftewel de Cabrio. Dit is de eerste in Nederland. Mat zwart. Nou, oké. Okay. Een beetje dated vind ik de kleur, maar het model is wel echt gaaf. En misschien dat je het al eventjes als de camera een stukje daar naar links zwengt. We hadden net al één LaFerrari, maar hier staan er gewoon nog 3. 4 LaFerrari's en die ene in het midden, dat is een Aperta. 210 van gebouwd, de Cabrio. Ja, uniek om te zien. Lamborghini, we blijven even in Italië. Dit is een Murcielago SV en een van twee origineel Nederlands geleverde. Jawel, de oranje, die kennen we uit een eerder filmpje. Deze zwarte is ook in Nederland geleverd en staat hier, is gelukkig nog in Nederland. Is weer in originele staat teruggebracht. Hij had ooit een hele gekke spoiler, maar hij is weer helemaal origineel. Perfect, gaaf om te zien. En hier begon het natuurlijk allemaal mee, hè? Lamborghini Countach. Ja, dit is de Wolf of Wall Street uitvoering, zullen we zeggen. Helemaal in het wit. En ja, de vorm, hè? Je moet je voorstellen dat die P400, de Periscope, dat was de eerste die uitkwam 1971. En die vorm zie je er nog echt helemaal in terug. Dat dit uitkwam in 1971 en dat je dan, nou ze hadden geen T-Force meer, maar dat je gewoon met je Ford Anglia reed en dit kwam voorbij. Nog veel meer Lambo's, ja, performante, in het geel altijd goed. Hier is nog een plekje vrij, daar komt een SVJ Roadster nog binnen en SVJ Coupé. Ik zie een Huracan STO, nou, en aan de achter mij heb je waarschijnlijk ook al gezien. Hey jongens, het gaat maar door. Porsches, kom eens mee, Gurb. Is dit de heilige graal op Porsche gebied? Ik denk het wel. De Porsche Carrera GT Straight Pipe van Next Level Cars. Maar over het bijzonder gesproken, daarnaast een van zijn verre voorgangers, de 959. Maar kijk eens even naar de kleur, zwart. Zijn er ooit maar 5 van gebouwd in het zwart en maar 1 met dit interieur. Moet je kijken. Fantastisch ethisch interieur. Ja, de supercar van Porsche uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Fantastisch om te zien, maar zwart. Ik had hem nog nooit gezien. Jij wel? Politie Porsches, ook altijd leuk. Maar als je me dan vraagt, Sjoerd, van al die Porsches,
Welke zou jij nou meenemen? Is dat dan de Carrera GT? Ik twijfel nog, want daar, we lopen er eventjes zo makkelijk voorbij. Op de hoek staat gewoon een rode 964 Turbo 3.6. En dat, ja, dat is toch wel een dikke knoepert, of niet? Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? Ja, dit is natuurlijk de beroemde auto uit Bad Boys. Maar in het rood vind ik hem nog veel dikker. En ja, de 3.6. En kijk, dit is dan ook nog eens weer de cup-uitvoering. Met de rolbeugel. Ik vind dit wel zo geweldig. Fantastisch. En we zijn aanbeland op het volgende paddock. En dat is genaamd Best of British. Nou, dat zegt het al natuurlijk de naam. Daar staan heel veel verschillende merken. Want uit Engeland heb je natuurlijk Aston Martin, Bentley, Rolls Royce. Maar nog veel meer Lotus. Zullen we even een rondje nemen? Want hier, kijk eens, hier achter me. Dit is zo gaaf. Uit de collectie van David Hart is dit de Bentley Blue Train. En van de Bentley Blue Train gaan we naar de Aston Martin Valkyrie. We zijn natuurlijk al eerder geweest bij Bennett en Brink op de koffie. En de laatste keer dat we daar waren, ja, toen stond deze er niet. Maar dit is hem. Een van vier Valkyries die in Nederland zijn geleverd. En deze is British Racing Green. Formule 1 motor gewoon voor de openbare weg. 11.000 toeren. Ik mag hem nu niet starten. Maar geloof me, dit geluid is gewoon extreem. En extreem, ja, dat is die sowieso. En over extreme auto's gesproken, de McLaren P1 GTR, die staat ernaast. Dus ja, heel apart. McLaren P1 GTR, die hebben we zelfs gereden. Dat was een road legal auto, dus die was helemaal straatlegaal gemaakt bij Lezante in Engeland. Dat is deze niet. Deze is niet straatlegaal, dus die mag alleen op circuit rijden. Hebben we een paar keer gehad, wel op Supercar Sunday, op ons andere event. Maar ja, hij staat hier nu even te shinen of te blingen, want hij glimt goed. Maar geweldig om hem weer erbij te hebben, de PE GTR. Ja, zoek je maximale driving fun, dan is dit het, hè? De BAC, of de bak, nee, het is BAC Mono. En Mono, inderdaad, hier kan maar één iemand in zitten. En die zit gewoon in het midden. En ja, dit is één van, ik weet niet hoeveel er nou precies in Nederland zijn geleverd. Het zullen er niet veel zijn geweest, maar heel gaaf om deze erbij te hebben. Maar jongens, we moeten een beetje tempo maken. Zullen we gewoon even heel snel een rondje bijzondere dingen doen? Hebben we ook gereden op Driver's Dream, de Project 8 van Jaguar. Gaafste sedan die ze ooit gebouwd hebben. En die staat hier ook tussen. Een andere, in het blauw. Die van ons was groen destijds. Zullen we gewoon een rondje gek doen? Even, we hebben hier nog... Ja, daar wordt ook nog wat gestart. Bentley Azure, Rolls. Hele speciale Defender. Dit is de trophy uitvoering. Hebben ze er maar 25 van gebouwd. Is er één van in Nederland. Dikke V8 in het vooronder. Hij is helemaal zeg maar als Camel Trophy gebouwd. Alleen hier kun je ook nog gewoon hard de hoek mee om. Er zit een dikke V8 in. En kom eens hier. V12 Speedster. Aston Martin V12 Speedster. 88 van gebouwd. En eentje helemaal van blauw carbon. Is dat alles? Nee, op de Amsterdam Motor Show staan er zelfs twee. Ook een rode. Staat in een andere al. Maar blauw carbon. Helemaal nieuw. Echt gaaf. Nog veel meer bijzondere Aston Martins. Maar ja, we kunnen niet alles behandelen. Als je alles wil zien, kom gewoon naar de RAI. Dan kan je alles meemaken dit paasweekend nog. GT12. Maar mijn oog valt alweer op wat anders leuks. Ja, geen show zonder youngtimers natuurlijk. Sjoerd wordt er blij van. En heerlijke nostalgie. De Renault 5 GT Turbo. Serie 1 en 2. Bommetjes uit de jaren 80. En de tegenhanger. Tegenhanger. De Astra GSI, maar dan in topstaat. Rijt heeft een paar auto's neergezet. Ook zijn Clio Williams. En ook het Visser Museum uit Culemborg is aanwezig. Daar zijn we onlangs ook nog geweest bij Driver's Dream. Ik zei het al, dat ga ik een paar keer zeggen. Maar ja, de godin. Maar dan de cabrio. Sjoerds 205'jes. De 1.9 Griff. Nog een GTI. 405 ME16. Maar over GTI's, kijk eens jongens. Als het echt bijzonder moet zijn. De 205 T16. Oftewel de straatversie van de rallyauto. Zijn er maar 200 van gebouwd. En ja, je denkt een 205. Nee, not your average 205. Ik zei het al, één van 200 stuks. Echt een dikke turbomotor erin. En zijn gewoon knijterduur. Wat dacht jij dat deze 205 kost? Nou, hou het maar gewoon op €300.000. Wiesmannen. Ja, ook die hebben we eerder een video gehad. Dat was deze. En ja, hier staan er gewoon vier bij elkaar. De MF5,
Allemaal roadsters, alles door elkaar. Lekker om de... Wanneer zie je nou vier Wiesmannen bij elkaar? Influencer-auto's hebben we ook, jazeker. Influencers, BN'ers, ze komen ook allemaal naar de Amsterdam Motor Show. Hun auto's staan er ook al, Dutch performanten. Dit is de SVJ en de Uro van Mobicep. En er zijn er nog meer, maar die staan in een andere hal. Haha, ja, deze staat er ook hoor. In een eerdere video hebben we deze gehad. De Dodge Hellcat. En dan XR nog wat. Nou, Google maar even, want hij heeft een hele lange naam. Maar hij heeft vooral ook een heel kort lontje. Want één keer gas geven en dwars gaat hij. En roken met dat ding. Heerlijk. Echt een gevaarlijke auto. Ik ben niet vaak bang in een auto, maar het was een beetje vochtig op de weg. Dit ding stond, geen tractiecontrole, niks hè. En dan ging die. Wat een gaaf ding. Ja, nog meer influencer auto's dus. Dit is de Audi RS6 van YouTuber Don de Jong. En op de stand van Duke Design. Extreem verbouwd. Een beetje de RS6 van John Olsen van een aantal jaar geleden. Maar deze is nog extremer. En nou ja, als je nog vleugels zoekt, dan de RS6 Always Edition. Ja, over influencers gesproken. Driver's Dream heeft hier wel even zijn eigen feestje in de Amsterdam Motor Show. Want kijk eens even achter me. Dit is zeg maar de car catwalk. Ja, dit is gewoon tapijt. Daar ligt nu nog eventjes een folie over. Hier kunnen gewoon 2000 mensen zitten. En die kunnen gaan kijken naar een show. Dat gaan we 4 keer per dag doen. Ik ben er uiteraard. Ik geef ook presentaties. De GURP is erbij. En heel veel sterren van de show, auto's dus, ja, die komen voorbij. Die gaan we bespreken. Maar er komen ook BN'ers. Tom Coronel komt langs bijvoorbeeld met de Dakar-auto. Jeroen Mul komt langs en die gaan we Lamborghinis bespreken. Max Wering is erbij met zijn STO. Allemaal mensen die al een keer de revue zijn gepasseerd. Ook nieuwe mensen. We gaan Ferraris, Lamborghinis, een Alfa. We gaan alles gewoon bespreken. Hier, Driver's Dream Live. Dus zorg dat je komt naar de rij, hè. Ja, de bekendste 812 van Nederland is er ook bij van Thijs Timmermans met 175.000 kilometer. En zullen we gewoon even, om weer het gevoel, anders wordt het alleen maar gepraat, even starten? Gewoon even lekker dat gevoel nu hebben? Kom. Is dat lekker en... Oh, kijk, daar is Marco, nog een vriend van de show. Hey, goed jongen. Ja, leuk man. Ja, jij bent er ook, hè? Ik ben er zeker, jongen. Ja, want jouw Audi is er. De RS6 en de M3. Ja. Zijn ook allebei te zien hier gewoon in Amsterdam. Leuk. En misschien kunnen we ze hier ook nog wel eens een keer even... Driver's Dream Live. Kunnen mensen je zien? Ja. Kunnen ze niet alleen mij zien, kunnen ze gewoon Marco zien. Blijhof, ja. Ja, leuk man. Ja, leuk je te zien. Absoluut. Ha. En jullie dachten dus dat je heel veel bijzonders al had gezien. Zullen we nog even een kleine tip van de sluier? Gewoon even een paar unicorns erin droppen. Boom! Mercedes CLK GTR. Jawel. De hypercar van Mercedes uit de jaren 90. 20 coupés gebouwd, 8 cabrio's. Dat is vrij uniek. Inderdaad, 5 hebben maar een upgrade gekregen met de motor. Die gingen naar de 700 pk V12. Dit is één van 5. Van die 5 is er maar 1 in het blauw, 4 in het zilver. En tada, je ziet het al. De one and only unicorn in het blauw staat hier. Is dat lekker? Halleluja, halleluja, halleluja. Nee, we zijn niet op de TFAF. We hoeven geen kunst te kijken. Maar dit is wel kunst op wielen. Jongens, dit is een Pagani Zonda S Roadster. En dat is inderdaad ook weer vrij uniek. Maar deze gele is productie nummer 1. Dit was de auto van de Geneva Motor Show in 2003. En ja... Die staat hier nu gewoon. En is dat is gewoon kunst op wielen. Dat je überhaupt een Pagani Zonda ziet. Een rooster. En dan deze unieke. Ja. Alleen op de Amsterdam Motor Show. Wow, en we gaan gewoon door om met unicorns laten zien. Want hier op de stand van Megatronic. Een SLR Mercedes Stirling Moss. En die heeft inderdaad geen dak. Wel een voorruitje. Hier. En als je daar een barst in krijgt, ben je 5000 euro verder. Maar dat geheel terzijde. De auto kost 3 miljoen, dus dat is een klein afrondingsverschilletje. Maar ik wou het even hebben over de kleur. Want ja, dit is een witte. Dat heb je goed gezien. De meeste zijn weer in het zilver. 5 slechts in het wit. En dit is 1 van 5. Unicorn! Ja, Mercedes G63 6x6. Ook bijzonder. Er staan er gewoon 2. Eentje bij Thijs Timmermans op de stand. En deze dus. Appeltjesgroen. Echt nog nooit gezien.
Eentje in de wereld. Een appeltjesgroene G63 6x6. En als je denkt, wat een herrie op de achtergrond, dat is de schoonmaker. Want we zitten midden in de opbouw. VDM Cars ook natuurlijk in de house. Samen met Cars & Business, onze supercar club, hebben we deze stand. Vanavond is dan de officiële previewavond. En vanavond nogmaals, het is nu donderdag, hè? Dus donderdagavond. Als jij deze video ziet, is het waarschijnlijk zaterdag of zondag. Maar vanavond zijn dus 2000 gasten hier. Voornamelijk hier rond deze stand. Want die boksen daar, die kunnen aardig geluid maken. En we hebben filmpjes en knijterdikke auto's. Waaronder, ja, alsof het gewoon normaal is, zo'n G800 Brabus. Niet 1, niet 2, niet 3, maar staan er gewoon 5. Ja, deze wilde ik nog even uitlichten op de VDM Car Stand. Dit is de Aventador Ultimate, de 780. Oftewel, de last goodbye van de Aventador. De allerlaatste gebouwd. En afgelopen week is de nieuwe, zijn opvolger onthuld. Met Revuelto, nou geen idee. Ik ben even vergeten hoe die precies heette. Schrijf maar in de comments. En ja, dit is zeg maar de laatste zonder batterijen, stekkers, wat dan ook. Gewoon een dikke 12-cilinder. Geen hulpmiddelen. Zullen we gewoon even doorgaan met primeurs? Hier in hal 1 op de stand van Thijs Timmermans. AMG GT Track Series. Ja, als jij denkt dat je origineel bent met je AMG GT Black Series. Daar is nu nog een extremere variant van. En die is heel beperkt leverbaar. Heel uniek. En er zijn er maar heel weinig van. En er is er nu pas net eentje in Nederland. En dat raad je al. Dat is deze. Dus AMG GT Track Series. Circuit Monster. Ja, dit is ook dik en bijzonder. Een KTM. En moet je nou X-Bow of Crossbow zeggen? Het is met een X. Dit is geen idee. Nou, schrijf maar in de comments wat jij vindt dat het moet zijn. Dit is de GT2, oftewel de Circuit Racer. Helemaal van carbon. Uniek ook in Nederland. En hier komt dus ook een straatversie van. En daarvan zijn tot nu toe in Nederland 2 verkocht. En Driver's Dream gaat een van die 2 dit jaar nog rijden. Zeker weten. Want een van onze Cars & Business leden heeft hem besteld. Maar het is wel een machine hoor. Ziet er wel vrij indrukwekkend uit. KTM maakt natuurlijk normaal motorfietsen. Maar ze kunnen ook vierwielers bouwen. Ja, dan sta ik hier op de stand van Donkervoort. Sure. Dit is Denis. Hey. Hier staat hij, de primeur. Ja, zeker. Dus spannend. Je eerste beurs. Ja, en wat staat hier onder het doek, meneer Donkervoort? De Donkervoort F22. En voor ons gewoon echt wel een heel groot project van de afgelopen 3-4 jaar. En afgelopen december in de wereld geschoten. Ja. En nu voor het eerst dus hier in Amsterdam bij jou op de beurs. Ja, en wat voor motor ligt er nu in? Is dat weer een... Dus het is in basis vergelijkbaar met de GTO, hè? Dus een 5-cilinder, 2,5 liter van Audi. Ja. Samen met de Abt hebben we daar wat aan gedaan. Ja. Dus we hebben inmiddels 500 pk. Ja. De auto is gegroeid in zijn formaat, dus langer, breder, hoger, maar in zijn gewicht. Je weet, dat is bij ons een scheldwoord. Ja, nogal ja. Dus die hebben we zeer, zeer laag kunnen houden. Dus 750 kilo, 500 pk. Dat is niet veel. Nee. 500 pk, 750 kilo. Dat is een nette verhouding. Hé, maar deze film wordt zaterdag uitgezonden. Ja. Mogen we het doek even... Ja, kom, we gaan even... Ja. Nou jongens, Drivers Dream kijkers, ik geef u primeur. F22. Ik doe het even met één hand, want ik heb de microfoon in mijn handen. Hij is... Prins Bernhard Groen, noem ik hem. Of wel gaaf. Echt wel gaaf. We hebben heel veel gekeken naar functionaliteit. Dus gebruiksvriendelijkheid. Dus we hebben een daksysteem waar ik zelf echt mega trots op ben. Het is een volledig carbon... Wacht even, hij heeft een inklapbaar dak nu? Nou nee, niet een inklapper. Dus het is echt... Donkervoort is Spartaans. Dus je moet wel heel even wat doen. Maar het is eigenlijk super simpel. En het mooie ervan is dat doordat we vlinderdeurenconstructie hebben ontwikkeld... is het zo dat het dakpaneel met de deur meegaat. Ja. Dus ook als je dicht rijdt, is de instap hetzelfde als dat de auto open is. Okay. En dat was voorheen was dat niet zo. Nou, ook iets aan de kofferbak gedaan. Niet meer een tonnootje wat je dicht trekt met drukkers, maar gewoon een... Een mooie carbon afwerking. Je kunt hem dus dicht rijden. Je volledig kunt hem dicht, dus, volledig dicht en je kunt hem dus als cabrio. Ja, we noemen het een Targa. Een Targa-achtige, de Twin Targa, omdat hij een dubbel dakpaneel heeft. Ja, ja oké. Okay. En, en mooie kleur. Heeft hij ook nog een naam? Ik noem hem Prins Bernhard Groen, maar... Dit is Oak Green. Oak Green, sorry Drivers Team kijkers. Oak Green. Ja, dus nee, super tevreden. Nou, leuk. Dus als je deze wil zien, kom dan naar de rij, hè? Oh, nou,
Ben je helemaal klaar met deze overload aan supercars, hypercars? Nou, gelukkig. Eventjes op de stand van Grey Audio. Nou, Jerome Karsten, Grey Audio. Jazeker, weer van de partij. Ja, zeker. Maar wat is dit? Dit is de kleinste auto van de show. Ik denk het wel. Ja, wij hebben meegenomen Citroën AMI. Citroën AMI? Alleen niet de basis Citroën AMI. Nee. De klant wilde hem toch iets specialer hebben. Ik ken alleen nog die AMI uit de jaren 70 met dat rare dak en dit. Nee, je hebt hem van de Opel, dan heet hij de Rocks. En je hebt de Citroën AMI. En dat is een volledig elektrisch autootje. Ja. Heerlijk voor in de stad. Ja. Er staan gewoon elektrische auto's op de Amsterdam Motor Show. De Amsterdam Motor Show compenseert ook gelukkig. Ja. Dit is gewoon voor in de stad. Dit is gewoon voor in de stad. Wel een gaaf ding. Die hebben we zowel aan de buitenkant hebben die een beetje aangepast. Ja, hij is een beetje gepimpt door jullie. Ik ben geen elektrische auto's gewend. Dus ik heb een sleutel, wat moet ik doen? Gewoon het contact aan. Gewoon een contact aan, oké. Okay. Dit is nog echt met een contactsleutel. Dat dan weer wel? Nou, dan is dat klaar. En dan doet hij het? Dat is voor elkaar. Oké. Okay. Wel een geinig ding. We hebben een beetje muziek erin. Hij doet het! Er staat echt te veel om op te noemen op de Amsterdam Motor Show. Er is nog een complete hal met modified auto's. Dus allemaal getuned, verlaagd, verbreed. 100 auto's, waaronder een van de meest beroemde Mitsubishi's van Nederland. Hier staat de eigenaar. Hoe is het? Ja, best. Ja, volgens mij heb je er weer een heleboel aan gedaan. Ja, je blijft altijd verder gaan met zijn auto. Nu hebben we laten een nieuwe livery erop zetten. Dus daar gaan we het anders van maken. Hij heeft een nieuw differentieel voor, want we hadden gewoon te weinig grip. Dus we konden niet sneller, omdat dit continu blijft spinnen. Ja. Dus ja, differentieel veranderd, tussenbak veranderd. Ja, je blijft verder gaan. Want hoeveel pk heeft hij nu? Hij heeft namelijk 700 pk. Hij gaat weer op de rollenbank. Misschien dat we er nog meer uit kunnen persen. Ja. Maar je blijft verder gaan. Okay. Wil je hem heel even starten? Even kijken of je dat doet. Ja, dit klinkt niet helemaal standaard. Nou, jongens, deze is dus ook te zien, hè? Dankjewel, man. Hey, dank je. Hoi. Verrekte mongol, jongen! Huh? Nou, je kan het niet zo goed. Misschien jij wel. Ja, we zijn bij Moviecars. Er is ook gewoon een heel paddock Moviecars. En je raadt het al, ik zit gewoon in de New Kids Manta. En dit is niet zomaar een New Kids Manta. Dit is de originele auto uit de film. Zoals hier nog veel meer originele filmauto's staan. Dus de Back to the Future, de DeLorean. Er staat hier gewoon de 406 uit de film Taxi. Herbie, nou ja, nog veel meer. Fast and the Furious, had ik dat al gezegd? Staan wel 9 auto's van Fast and the Furious. Jongen! Oh, en zullen we gewoon maar deze video afsluiten op een van de allerdikste stands van heel de Amsterdam Motor Show in hal 1. Next Level Cars. Wat die laten zien is echt next level. Esser Automotive maakt ook onderdeel uit van deze stand, maar hier staat ook zoveel diks. Ik zei het al, jongens. Kom nou naar die Amsterdam Motor Show, want daar ga je het allemaal zien. Hè? De nieuwe GT3 RS onder andere. Of de 911 Sport Classic. Best wel bijzonder ook. 918 is dat bijzonder natuurlijk. Mansory staat er nog met een paar hele dikke knijters. Zoals die Rolls, die Bentley, de Cullinan. Maar kijk eens eventjes hier. Hier onder het doek staat de 812 Competizione. Maar ik kan jou vertellen, daar in het midden komt straks nog een doek. En nu mag ik dat verklappen. Omdat, nogmaals, je ziet deze video later. Maar we hebben gewoon zo'n gave primeur nog hier voor de show. Dat is zo knijterdik. We hebben namelijk nog de Ferrari Daytona SP3. Die zie je nog niet. GURPS, laat wel even eentje zien. Dit is hem. Maar de allereerste in Nederland staat hier gewoon op de beurs. En kijk eventjes. Pagani Zonda F. Compleet van blauw carbon. 8 miljoen is dat ding waard. En staat hier gewoon op de beurs. Of wou je een Koenigsegg, een CCX? Nou, dan moet je hier zijn. TechArt Street R. Wou je de coupé of de cabrio? Dames en heren, de Amsterdam Motor Show. Zoveel moois, unieks en gaafs bij elkaar heb je echt nog nooit gezien. Dit was de video voor deze week. Ik moet heel snel gaan douchen, omkleden. En dan hebben we vanavond de VIP-avond. En dan zeg ik ciao, bye, arrivederci. En bis nächste Mal.